Er zitten dialogen in die zo platgetreden zijn dat je denkt, dit heb ik al in 100 films gehoord. Als je al die onderdelen dan bij elkaar voegt, dan moet het passen. En hier in deze film passen ze niet goed. Het is een bouwpakket dat rammelt. Opgetrokken schouders en een ingetrokken hoofd is hier een soort zwijgende reus die wordt ontketend. De beste zwaargewicht kickbokser van de wereld, Rico Verhoeven, heeft eindelijk een hoofdrol te pakken in een actiefilm, genaamd The Black Lotus. De première was in een bomvol Tuschinski. Verhoeven gaat met zijn keuze om actieheld te worden zijn droom achterna. Maar actieheld worden op het witte doek is geen makkelijke route. Where is the girl? Put an end to this. Come on! Black Lotus, Marco Weijers, filmjournalist van de Telegraaf. Het is een tijd geleden dat we denk ik echt met een... Of misschien wel nooit dat we met een Nederlandse actieheld in de hoofdrol iets recenseren hier. Ik zei het net al, dat actieheld worden is geen makkelijke route. In de jaren 80 was het vrij simpel. Bommen, granaten... Spieren en vermogen, atletisch vermogen. Ja. Jean-Claude Van Damme, een van de grote helden van Rico Verhoeven, die kwam ermee weg. Schwarzenegger was natuurlijk een bodybuilder. Ja. Die met zijn imposante gestalte en een beetje humor ook wel aan de bak kwam. Sylvester Stallone werd steeds gespierder naarmate die ouder werd. Precies, maar het begon eigenlijk als acteur. Ja, precies. Maar waarom is het zo'n moeilijk genre? Nou ja, je moet aan spieren alleen heb je niet genoeg. Je moet iets meebrengen, je moet charisma meebrengen. En dat charisma kun je hebben doordat je gewoon heel veel indruk maakt. Ja. Of omdat je heel grappig bent. The Rock, een van de andere grote helden van Rico Verhoeven, die doet het vooral omdat hij gewoon met een soort knipoog doet, een soort kwinkslag doet. Ja. En dan is de vraag van hoe kom je daartussen in dat gezelschap van gespierde stoere mannen? Ja, antwoord op die vraag moet komen uit Black Lotus. Wat ik zie allemaal op feesten herkenning voor mij als Amsterdammer. Ja. Het speelt zich af in mijn stad en dat is altijd, je krijgt als je dat van die geëikte landmark zie je. Wat gebeurt er? Ja, het is een Engelstalige film die zich afspeelt voor het grootste deel in Amsterdam. Het is een fotogenieke stad, prachtig decor. Mm-hmm. Een hele internationale cast, een hele internationale crew. Een Hollywood schriftschrijver, een Bulgaarse regisseur. Ja, en die maken dan samen een film rond Rico Verhoeven. Rico Verhoeven is de kapstok waaraan het hele verhaal is opgehangen. Een soort kruising tussen een Man on Fire met Denzel Washington. Een Teken met Liam Neeson. Ja. Meisje wordt ontvoerd, peterkind van het personage van Rico Verhoeven. Hij is waarschijnlijk een van de special forces. Ja hij is een getraumatiseerde special forces militair. Ja. Die na een terroristische actie zijn beste maatje en zijn teamleider verliest. Zich min of meer vol schuldgevoel terugtrekt en na jaren weer aanklopt bij de weduwe in Amsterdam en bij zijn peterkind. En dan valt het peterkind valt in handen van een foute criminele organisatie waar Frank Grillo, Hollywood-acteur, je ziet hem daar, de leiding heeft. Ja, en die heeft snode plannen en dat laat Rico Verhoeven natuurlijk niet op zich zitten. Er wordt een ouderwets potje knokken. Ik ken Rico natuurlijk uit het vechtsportwereldje, althans ik heb hem... Ik heb hem vaak geïnterviewd, weet je komt elkaar vaak tegen. Het is een hele positief ingestelde man die ook zo'n uitdaging niet uit de weg gaat. Maar daar zit ook natuurlijk een risico in, want het is gewoon een heel lastig vak. Want jij zei net ook, een aantal elementen moeten erin zitten. Als je nu de film zo bekijkt, dan, ik heb jouw recensie al gelezen. Jij vindt het best een ingewikkelde... Nou, wat ik vind, bouwpakketjes bij elkaar. Ja, ik zei net al, Rico Verhoeven wordt min of meer als soort kapstok gebruikt om allemaal dingen aan op te hangen. Er worden allemaal onderdelen aan opgehangen, hergebruikte onderdelen. En die onderdelen die moeten wel passen. Er moeten goede dialogen in zitten, er moet een goed verhaal in zitten, er moet goede actie in zitten. De regisseurs de acteurs moeten goede chemie hebben. Dit is een redelijk serieus verhaal, drama en actie samen. Ja, en als je al die onderdelen dan bij elkaar voegt, dan moet het passen. En hier in deze film passen ze niet goed. Het is een bouwpakket dat rammelt. Ja, wat rammelt er het meest dan? Want in het begin, de humor? De humor, dat is een keuze dat de humor er niet in zit. Ja. En toch zitten de scènes in waar ik keihard om moest lachen. Maar dat was dan min of meer om het doel, denk ik. Er zitten dialogen in die zo platgetreden zijn dat je denkt, dit heb ik al in 100 films gehoord. Ja. Dit voegt helemaal niks toe. Er zit actie in die niet echt heel memorabel is. Nou ja, misschien een fietsachtervolging op de Amsterdamse grachten. Ja. Dat is dan nog wel weer aardig. En wat ik vooral eigenlijk teleur vond stellen, is dat
Ik kan niet goed beoordelen of Rico Verhoeven veel schermcharisma heeft. Nee. Op basis van deze film. We hebben hem gezien in allerlei cameo's in Nederlandse films. Waarin hij dan zijn bekendheid meeneemt. Ja. Daar is hij best wel grappig. Nou, hier is hij dus absoluut niet grappig. Weet je, met opgetrokken schouders en een ingetrokken hoofd is hij een soort zwijgende reus. Ja. Die wordt ontketend en er dan op losgaat. Hij heeft überhaupt weinig tekst. Hij heeft niet zo heel veel tekst. En dat hoeft ook niet. Maar dan moet er wel op een andere manier dat charisma eruit komen. En deze film biedt daar eigenlijk onvoldoende gelegenheid voor. Maar zeg je dan dat er een soort beroep is gedaan op zijn bekendheid? Om de film naar een hoger plan te trekken? Dat denk ik wel, want er zijn Nederlandse producenten die zijn op hem afgestapt. Die wisten van zijn droom om acteur te worden. Die zeggen, goh, Rico, dat gaan we doen. Ja. En misschien was het slimmer geweest als je gewoon had afgewacht tot er gewoon een onwijs goed verhaal langskomt. En dan op die rijdende trein springen. Nou, heeft Rico Verhoeven, ik sprak hem vorige week. Hij zegt, ja, weet je, ik ben eigenlijk al jaren bezig in Hollywood om daar mijn contactennetwerk weer op te bouwen. Zijn tweede kampioenswedstrijd was in Los Angeles. Dus vanaf dat moment is hij eigenlijk daarmee begonnen om dat netwerk op te bouwen. Ja, hij trainde er vooral. Ja, ja. Hij begon, had er een wedstrijd. Volgens mij is hij daar ook gaan trainen. En via zijn sportschool is hij daar met allerlei mensen in contact gekomen. Ja. Frank Grillo is daar uiteindelijk een van de mensen die hij heeft leren kennen. En hij zegt, ja, er zit iets in het vat. Dat kan ik nog niet bekendmaken. Maar er zit iets in het vat. Ik kan zometeen mijn handtekening eronder zetten. En dan krijg ik een bijrol in een mooie Hollywoodfilm. Ja. En ik hoop echt dat hij daar het podium krijgt om te schitteren. Want in deze film gebeurt het gewoon onvoldoende. Ja, hoeveel sterren krijgt de film? Nou, de film krijgt 2 sterren. En dat is dan nog best wel vriendelijk. Marco Weijers, dankjewel. Graag gedaan.